Dit is een ananas. Deze ananas groeit in Costa Rica, een klein landje in Midden-Amerika. Dit is een bloedzuigende vlieg. Deze bloedzuigende vlieg groeit in het afval van een ananas. Dit is een mens. Mensen inhaleren zuurstof en voeden zichzelf met vlees, granen en fruit om in leven te blijven. Deze mens heet Victor Manuel en werkt op een ananasplantage om granen, fruit en vlees te kopen om in leven te blijven. Een ananasplantage is een uitgestrekt stuk land wat exclusief gebruikt wordt voor de verbouw van ananas, welke vervolgens zullen worden omgeruild in geld, zodat de eigenaren ervan fruit, granen en vlees kopen om in leven te blijven. De ananasplantage waar Victor Manuel werkt, levert ananassen aan grote fruitbedrijven zoals Dole of Del Monte. Deze mens heet Martin. Hij werkt niet op de ananasplantage, nog niet tenminste. Hij werkt op zijn land en heeft vee wat hij zal verkopen om in ruil voor geld, vlees, granen en fruit te kopen om in leven te blijven. Het vee is een voedselbron voor de mens en ook voor de bloedzuigende vliegen. Hoe meer ananasplantages, des te meer vliegen. Hoe meer vliegen, des te magerder de koeien. Hoe magerder de koeien, des te minder vlees. Nu de mens genaamd Martin geen vlees meer kan verkopen, is hij genoodzaakt om zijn land te verkopen aan de eigenaar van de ananasplantage, zoals Dole of Del Monte, die zijn vruchtbare grond zal vernietigen om er ananas te verbouwen, zodat de ananas verkocht kan worden bij een supermarkt bij u in de buurt, waar u in ruil voor wat geld een overheerlijke ananas kunt kopen.